Ja, het is geen mooi onderwerp, maar het is wel heel belangrijk. Het is namelijk Internationale Suïcidepreventiedag. En wat blijkt nu, in Nederland brengen 2 keer zoveel mannen als vrouwen zichzelf om het leven. Het is zelfs de doodsoorzaak nummer 2. Journalist Nathan Vos verloor zijn broer David door zelfdoding. In zijn zoektocht naar antwoorden schreef hij een boek en maakte hij samen met Frans Bromet de documentaire Man in de Knoop, waarin 3 weduwen aan het woord komen over de suïcide van hun man. Het moment dat hij wegliep, het moment dat er 2 agenten aankomen lopen, de paniek die ik eigenlijk al voelde, ja, dat zijn dingen die je... Het gaat nooit meer weg. Nee. Ik zag niet in dat het zo erg was als dat het was. Nee. En daarna dacht ik, had ik hem maar meegenomen naar de dokter. Hoe de afloop is bekend, dus er was zeker wel iets aan de hand. Ja. Ja. Maar jij hebt het niet gezien. Nee. Ach. Ja, Nathan Vos, Frans Bromet, hartelijk welkom. Nathan, met jou te beginnen. Jouw broer David is de aanleiding voor deze documentaire, Man in de Knoop. En toen ik me zat in te lezen, dacht ik van, hé, 2 keer zoveel mannen als vrouwen plegen zelfmoord. Dat vond ik op de een of andere manier een heel rare gewaarwording. Ja, raar, hè? Terwijl het al 20 jaar het geval is. Dus ik en jij, wij zijn allebei journalisten. Dat het zo is, is al opmerkelijk, maar dat het ook nooit nieuwswaardig is geweest. Dat vond ik eigenlijk ook al een ontzettende trigger om te denken van, hier moet ik iets mee. Even los van de verwerking en het zoeken naar de oorzaken. Maar, want het begon allemaal na de dood van jouw broer. Dat je een boek hebt geschreven, ja, over hem. Ja, hij is de aanleiding. Ja. Dus hij zit er wel in, ja. En uiteindelijk heeft dat een documentaire met Frans Bromet opgeleverd. Maar je wilde vatten waarom mannen dit doen. Ja. En wat heeft dat jou opgeleverd? Nou ja, die inzichten dus daarin. En wat is dat bijvoorbeeld? Nou, als je weet dat vrouwen 2 keer zo vaak depressief zijn, dat zeggen de statistieken, dan voel je ergens waar de schoen wringt. Hè, als vrouwen dat 2 keer zo vaak blijkbaar naar de psychiater lopen, zal ik zo maar zeggen. En we voelen hem allemaal wel dat mannen gemiddeld genomen nog wat lastiger met de gevoelens kunnen omgaan dan vrouwen. Hè. Vrouwen die kunnen het er vrij makkelijk uitgooien, zou ik maar zeggen, als er iets is. Tenminste, dat ervaar ik op mijn werk en thuis. Ja, pas maar op. Hier misschien? Nee, het kan, tuurlijk. En weten de weg naar hulp misschien wat beter te vinden. Als je zelfhulpindustrie, of is industrie, als je... die wordt natuurlijk massaal wordt er boeken gekocht door vrouwen. En noem maar op. En sterker nog, toen ik aan mijn boek begon... wisten mijn uitgever en ik van... ja, er zijn niet heel veel mannen die dit boek van mij gaan kopen of lezen. Terwijl het wel voor hun is en over hun. Want dat doen mannen niet. Nee, dus wij hebben het gemiddeld genomen... Moeite dus om met die emoties om te gaan. De boosheid en verdriet. En zoals blijdschap. En wij kroppen dat op vaak. En bij een man moet je vrij ver gaan voordat een man durft toe te geven dat het niet zo goed gaat. Ja, ik denk dat dat wel een basisprobleem is. Wat uiteindelijk kan leiden, gelukkig meestal niet, tot bijvoorbeeld suïcide. Ja, ja. En toen heb je Frans Bromet opgezocht. Ja. Want je dacht, een boek erover, oké, daar grijpen ze misschien niet zo snel naar. Maar nee, een documentaire zou misschien wel kunnen helpen. Was dat de bedoeling? Ja, want ik denk, ja, ik ga zelf ook niet een boek lezen van een snotneus die zegt dat ik het misschien niet zo goed doe. En toen dacht ik, het moet anders. Dus toen zag ik Frans, kwam ik tegen op een feestje. En dacht, ja, dat moet zo zijn. Ik bedoel, het is onze beste documentairemaker. Dus toen ben ik naar hem toegelopen. Ja. Nou, kijk, zie dan even aan. Er zijn er meer natuurlijk. Ja, maar... ja, Frans is zeker, ja, goed. Maar Frans... Onze beste documentairemaker uit Ilpendam. Ja, precies. Ja, ja. En zag je het meteen zitten, Frans, om dit onderwerp te pakken? Ja, ik vond meteen een onderwerp van ik dacht, ja, daar... En wat sprak jou daarin aan? Nou, ik ben wel eerder ook al een beetje bezig geweest met de rol van de man. En ik voel me als man ook een beetje raar bekeken in deze maatschappij. He, want ja, mannen zijn toch allemaal potentiële verkrachters. En, zo voel je dat zo? Nou ja, ja, zo komt het wel over. Bijvoorbeeld in de hele MeToo-discussie. En ik vind het een hele rare situatie. Want mannen worden beschuldigd van iets. Maar normaal gesproken, als iemand beschuldigd wordt van iets... dan komt de politie en die zoekt het uit en de rechter spreekt zijn oordeel uit. Maar nu komt er helemaal geen rechter aan de pas. Mannen worden gewoon
op grond van een verhaal van iemand veroordeeld. Ja, maar dus eigenlijk toen Nathan met jou in gesprek ging over het onderwerp van deze documentaire, putte jij over, uit je persoonlijke gevoel dat je dacht van nou, mannen in de breedte staan nogal onder druk, moet ik het zo samenvatten? Ja, kijk, ik maak het liefst onderwerpen waarbij ik zelf ook iets voel en betrokken ben. En ik voelde meteen aan dat bij dit onderwerp dat het geval was. Ja. MeToo zet het vooral op scherp, denk ik. Hoe bedoel je dat? Nou, over van God, hoe mannen en vrouwen zich tot elkaar verhouden. Wat dat betreft vind ik het een geweldige ontwikkeling, discussie. Want je moet als het ware kleur bekennen als vrouw, als man. En wij zijn, Frans en ik, zijn natuurlijk veel breder aan de slag gegaan. Ik bedoel, dit is een elementje. Nou ja, wat maar interessant is, wat je zei, is dat de basis hieronder, nog eventjes, de uitgangspunt zijn de cijfers. Dat tot mijn verbazing. En inderdaad, dat je denkt, ja, er is zoveel zelfhulpboeken voor vrouwen en daarvan is het wel bekend, maar van mannen minder bekend. Die zelfhulpboeken zijn er ook wel voor mannen. Ja. Alleen wij pakken ze, wij gaan ze niet kopen. Maar misschien is de crux, als ik zo vrij mag zijn, dat het gaat om het anders omgaan met emoties. Zeker. Dan wel in de depressiesfeer of anderszins. Ja, dat zit eronder. Ja, kijk, een depressie, voor man of vrouw verschillend is, maar dat is in zijn algemeenheid schaam je daarvoor. Hè? En daar proberen we nu een beetje van af te komen, van jongens, het is een ziekte, maar dat is heel lang niet zo geweest. Maar mannen hebben sowieso die schaamte gemiddeld genomen voor het zich niet goed voelen. Terwijl een vrouw eigenlijk naar de werk kan gaan en zegt, jongens, voel me niet zo lekker vandaag. Ja. Is iedereen rot voor je. Die vrouwen in de documentaire, dat zijn de achterblijvers, om het zo maar even te zeggen, de weduwen. Ja. Als het gaat om het verschil in het inschatten van de situatie. Vaak is het dat mensen voor een volslagen verrassing komen te staan dat een man zoiets doet. Ja. Was dat ook de gemene delen van de vrouwen die jullie hebben gesproken? Het was niet bij allemaal zo, maar bij de meeste was het wel zo, ja. Ja, dat het voorkomen uit het niets kwam. En dan denk je, ja, hoe kan dat? Maar kijk, er is in elk huwelijk is er wel wat. Hè? En ja, dat leidt in de regel niet tot zelfmoord. Doorgaans dus, niet, nee. Nee, dus nee. Die vrouwen waren daar toch niet door verdacht. Nee, maar als het gaat over het inschatten van de emoties, hoe slecht het gaat met je partner, want daar gaat het over. De vrouw in deze documentaire, het ging niet lekker. Er werd wat gemopperd en gebrommen. Ze hadden geen idee wat er in dat hoofd speelde. En dat konden ze ook eigenlijk helemaal niet weten. Een van de vrouwen zegt, Annika, die zegt ook van ja, elke keer als ik het ter sprake wilde brengen, van hé, wat ben je toch, hoe gaat het? Dan rende die de deur uit, sprong in zijn auto en dat was al lang blij als je terugkwam. Weet je, dan dacht ze, laat me zitten. Dus verslagen machteloos daar ook in. En dan kan je achteraf wel voor je kop slaan, maar op dat moment is dat waar je in zit. En dat is, ik heb er 11 geïnterviewd. En het zijn allemaal hele andere verhalen. Allemaal tragisch op hun eigen manier. Maar dat zit wel in het midden. Dat vrouw daar, ja, je ziet wel een mopperen, boze man. En soms is er wel eens wat, maar dit kan je niet verzinnen. Ik kon het ook niet bedenken. Ja. Nou, is er met een documentaire altijd iets wat je hoopt te kunnen bereiken? En wat is dat in jullie geval? Ja, je wil in ieder geval het fenomeen onder de aandacht brengen. Want mannen krijgen niet zoveel aandacht. En, op dit vlak bedoel je, Frans? Ja. Denk ik. Nou, op meerdere vlakken. Ja. Het mentale welzijn, laat ik het zo zeggen. Ja. Dat krijgt is het trouwens herkenbaar? Kijk even naar Martin en naar Sinan. Het in de knel zitten met emoties, daar niet zo snel over praten. En uiteindelijk in deze gevallen dat het tot iets heel ernstigs leidt. Ik ken dat wel ook in mijn omgeving ook van mensen. Dat ze daar niet graag over praten. En eigenlijk een soort vluchtgedrag eigenlijk gewoon. Vooral niet over praten. En, Ja, ik heb heel veel vrouwelijke genen, denk ik. Dus ik ben niet je zo praat er sowieso wel over. Ja. Nou ja, ik hou dan ben je gezegend mens. Ik hou misschien iets te veel. Ja. Ik heb zo net al binnen gehouden. Maar het is wel de hoop dat er meer mannen durven te praten. Ja, wat we willen bereiken dus heel makkelijk is voor de mensen die het hebben meegemaakt, nabestaanden, toch een hart onder de riem steken. Zodat we verklaren, je bent niet alleen. Dus dat biedt ook troost. Maar tegelijkertijd inderdaad de bewustwording. He, van dat mannen naar zichzelf kijken en naar elkaars vrienden en vrouwen naar mannen. Van nee, dat ze elkaar wat beter in de gaten gaan houden. Duidelijk. En ook de goede vragen durven stellen. Dank jullie wel. De documentaire Man in de Knoop is vanavond te zien om 9 uur op NPO 2.